Wat leuk dat je kijkt. Ik ga je laten zien hoe je van suikervrije chocolade op een heel simpele manier deze geweldige tractaties kan maken. We gaan beginnen met de chocolade in stukjes te snijden, zodat we de chocolade kunnen smelten. En dat doen we au bain-marie. Ik zal uitleggen wat au bain-marie is. Je vult een klein beetje kokend water in een pannetje. Dan zet je er een schaaltje op die het pannetje afsluit. En de hitte van de waterstoom, de damp, die doet de chocola smelten. Je moet zorgen dat de chocola niet in aanraking komt met het water. Want dan is je chocola eigenlijk verpest. Het is wel een beetje warm. Maar helemaal gesmolten. Kijk eens mooi. Om te beginnen gaan we een paar dotjes chocola op het papier maken. Gebruik altijd vetvrij papier, want dan kan je ze heel makkelijk, als het weer gestold is, loshalen. Nou, ik heb op dit papier nu plek voor, denk ik, 5 of 6 chocoladelollies. Ik ga nu houten lepels gebruiken, maar je kan ook ijslolliestokjes gebruiken of van die Chinese eetstokjes. Als je ze maar niet terug hoeft als je ze op school uitdeelt, want dat gaat nooit lukken. Ik heb van die dotjes chocola hier liggen. En dan leg ik gewoon op elk dotje de achterkant van een lepel. Je kan natuurlijk proberen om een heel mooie vorm te maken. En misschien zelfs wel met een vormpje. Of op een andere manier heel lastig te maken. Maar ik ben bang dat je het dan jezelf alleen maar moeilijker maakt. En tracteren moet leuk zijn. Ook voor degene die de tractaties maakt. En nu gaan we ze versieren. Ik heb hier gekochte speldkorrels liggen. Popcorn, suikervrije smarties, rozijntjes en fruitsnoepjes. Ja, en dan moet je je fantasie maar gewoon de vrije loop laten. Misschien doe ik er wel eentje met alleen maar popcorn. Even zo. Nog gezellig eroverheen. Dus de eerste is klaar. Zo. Paar van die erdoor. En ook nog wat popcornjes. Popcorn doet het altijd zo goed omdat het lekker groot is. Dus eigenlijk eet je niet veel. Maar de volume is groot en het oog wil natuurlijk ook wat. Zeker bij kindjes. Ogen zijn veel groter dan de maag. Kijk, hier zijn ze te dicht op elkaar. Dat ga ik eventjes een stokje voor steken, letterlijk. We gaan ze nu in de koelkast leggen. Maar heb je nou natuurlijk 30 tractaties te maken, dan moet je van tevoren zorgen dat je voldoende planken en voldoende ruimte in de koelkast hebt. Ik heb ook een klein plekje gemaakt, maar niet voor 30. Now we wait. Zo, dan zijn we iets langer in de koelkast gestaan. Ik denk dat mijn koelkast een beetje vol zit. Doordat ze op het bakpapier liggen, kan je ze nu heel makkelijk zo eraf wippen. En dan heb je dus zo'n gezellige chocoladelolly. Nou, hier worden kindjes wel heel blij van. En grote mensen ook trouwens. Nou, dit is een vrij simpele tractatie om zelf te maken, maar kijk eens even naar het resultaat. Kijk voor meer informatie en het uitgeschreven recept op voluitlevenmetdiabetes.nl.